Het KNVB-café straatvoetbaltoernooi werd gehouden bij Albert Heijn Vathorst. Er deden kinderen mee van leeftijden van 8 tot 12 jaar. Maar hoeveel wedstrijden zijn er vandaag? Vandaag worden er 14 wedstrijden gespeeld door 9 teams. En wat heb jij nou allemaal moeten regelen hiervoor? Ja, de vergunning en dat het allemaal een beetje netjes verloopt hier, dat het veilig verloopt. Dus dat zijn de belangrijke dingen voor mij. Verder wordt het door het Trefpunt uit Amsterdam geregeld. De opbouw en de wedstrijd, secretariaat en dat soort dingen. Heb je nou enig idee hoeveel kinderen hier op af zijn gekomen? Ja, in ieder geval 9 teams keer 4 of 5 deelnemers. Dus zullen we zeggen man of 75 plus papa's en mama's. Is het een kwalificatieronde of worden er nog verdere rondes gespeeld? Ja, er is naar aanleiding van deze toernooi komt er één winnaar uit. En die gaat naar de regiofinale die in Muiden is bij de Albert Heijn XL. En vervolgens wordt er op de Dam ergens in juni een landelijke finale gespeeld. Oké, Menno, je kunt toch wisselen wat schrijft het, hè? Nou.